Maar het gaat niet goed met de dames van Rotterdam. In de rust staan ze al met 2-0 achter tegen Stichtse, dat ook wil winnen om met het thuisvoordeel de kampioensplay-offs in te gaan. Een lastige tegenstander dus voor HCR, dat in de tweede helft wel veel beter speelt dan in de eerste. Hier de bal in de cirkel van SCHC en dan is het Mathilde Arnink die goed voor haar directe tegenstander komt en het is 1-2. Knap doelpunt van de jeugdspeelster die tijdens dit seizoen nog bij de selectie werd gehaald. En Rotterdam gaat verder. Hier, backhandschot wordt gekraakt. Maar die bal valt precies goed op de stick van jawel. Alweer Mathilde Arnink, knappe controle en dan is de ploeg van interim trainer Robert Paul Aalrecht dicht bij lijfsbehoud. Maar vlak voor tijd gaat het toch mis. Kaya van Maasakker benut een strafcorner, waardoor Rotterdam met 3-2 verliest en play-outs moet gaan spelen om in de hoofdklasse te blijven.